Als zij er niet achter had gestaan, was het er nooit gekomen, zei Harry Lewick vlak voordat hij het eerste exemplaar van Bijzondere herinneringen op de Nederlandse dodenakkers aan graaf Christian van Rechteren Limpurg overhandigde. En zij is Mirjam Lewick, zijn echtgenote. Harry Lewick, wat een gedoe hier allemaal. Wat is hier aan de hand? Ja, wat is er aan de hand? Mijn boekpresentatie, ik heb een boek gemaakt. En die wordt vanmiddag het eerste boek overhandigd aan de graaf van Almelo. En nogal behoorlijk wat mediabelangstelling, hè? Nou, het is, ik schrik er zelf een beetje van. Hoe begon dat vandaag? Nou, dat begon vanmorgen al vroeg met een uitzending op NPO 1. Vanmorgen om 8 uur al, een nieuwsflits. Dus dat begon vanmorgen al vroeg. Nou, net al met RTV Oost een opnames geweest. Dus ik ben wel een beetje overdonderd, zeggen ze wel eens. Ik denk dat de Almeloers nou wel willen weten waar het allemaal om gaat. Nou, het heeft al eerder een stukje van in de krant gestaan. Dat ik dus een uitgever zocht en zo. En dat het boek klaar was. Ja, en nu is hij dus echt klaar. Nu wordt hij aangeboden aan de graaf. Titel van het boek? Bijzondere herinneringsplekken op de Nederlandse dodenakkers. Ja, ja, ja. Dus allemaal mooie foto's van... Ja, er zijn ongeveer 145 grote grafmonumenten opgenomen... die toch wel iets te betekenen hebben in Nederland. Ik bedoel, in de vorm van grootte, van stijl, van materiaalgebruik en zo allemaal. Dat zijn wel, denk ik wel, de mooiste. En je deed dat natuurlijk niet alleen, hè? Nee, dan was dit niet voor elkaar gekomen, denk ik. Nee, het is een totale proces van 5 jaar is er geweest. En een klein voorbeeldje, onderweg stond ik bij de grafmonumenten alles op te noemen. Van dat is zo hoog, dat is zo groot en daar zit dat raam in en daar zit dat glas in en van dat materiaal. En daar stond mijn vrouw, die stond naast mij, allemaal netjes te schrijven, alles op te schrijven. En dat is dus, dat moest dus later allemaal verwerkt worden. En mijn vrouw heeft dus de beschrijvingen in het boek heeft zij dus voor haar rekening genomen. Althans, het foutenvrij maken, laat ik het zo maar zeggen. Teamwork, hè? Hoe zeg je? Teamwork. Ja, teamwork. Ja, anders was dat ook vast niet gelukt. Als je 5 jaar met een project bezig bent en je staat er niet met z'n beiden achter, dan wordt het niet wat. Dan lukt het niet. Dus ik ben er ook wel heel blij mee. Ja. Dankjewel. Ja, graag gedaan.